Gaat het Nashville-statement te ver in het uitdrukken van een mening? Maakt Geert Wilders gebruik of misbruik van vrijheid van meningsuiting? Waar trekken wij de grens in het grijze gebied van vrijheid van meningsuiting, zowel in het echt als op het internet? Wat accepteren we? Wat accepteren we niet? En hoe bepalen dat als individuen en als maatschappij in 2019? Vrijheid van meningsuiting, we leven er elke dag mee, gebruiken het elke dag en denken het allemaal te kennen en de spelregels te begrijpen. Maar als dat zo is, waarom deze veerreden? Geert Wilders doet aan misbruik en het Nashville statement is door en door slecht. Klaar. Maar als je een stapje terugzet, dan zie je dat ik mijn mening er gewoon keihard doorheen praat. En dat mag ik door vrijheid van meningsuiting. Helaas geeft dat geen kijk op het vraagstuk. Het vraagstuk van gebruik en misbruik van vrijheid van meningsuiting. De maatschappelijke en juridische normen die eraan hangen. En hoe wij als maatschappij met elkaars meningen en uitingen omgaan. Een stapje verder terug dus. Wat is vrijheid van meningsuiting? Wat is dat fundament van onze democratie en de basis van onze maatschappij? In essentie kennen we het als het kunnen zeggen wat je denkt en voelt, toch? En als je het internet googelt, krijg je zelfs een mooie en duidelijke uitleg. Namelijk, de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken zonder voorafgaande controle van de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, zoals de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Dat is de onduidelijke spelregel. Dat is het zinnetje waardoor vrijheid van meningsuiting zo flexibel is. Dat zinnetje is voor ons allemaal een reden om goed na te denken over vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting verandert namelijk met de tijd mee. Net als bijvoorbeeld de nieuwjaarsresolutie, ik ga gezonder eten. Na een paar maanden verandert dat zinnetje in, ik ga eten. De tijd heeft het idee aangepast. En zo ook past de tijd vrijheid van meningsuiting aan. De juridische normen die eraan hangen blijven hetzelfde. Het idee dat je wat gaat eten, de maatschappelijke normen veranderen. Het wat ga je eten. Dan wordt vaak betwist dat hatelijke meningen, overtuigingen en uitspraken slecht zijn. Is dat zo? Je mag ze uitspreken, delen en verdedigen. En dat is maar goed ook. Want als we nooit aanvallen zouden krijgen op onze goede en duidelijke ideeën, dan zouden we ook nooit leren over ze na te denken, ze te verdedigen, ze te verbeteren als mensen. Vrijheid van meningsuiting, in welke manier dan ook, brengt ons op nieuwe inzichten en vooruitgangen. Antwoorden op de eerder gestelde vragen over Geert Wilders en de Nashville Statement? Die heb ik niet. Die heb je zelf. Die zit in je hoofd. Het is jouw mening, jouw vrijheid en het is aan jou wat je ermee doet. Maar net als het wijsheid gaat, voordat je iets zegt, denk er even over na.